دنيرة دنيرة فو مازر الرحمة اكشيو ان شاء الله الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله خوك خوك طبعا. برودر حسين يبرادنا اوفرنا 2.5 مليون. استنوا يا سيخ تدو. En voor de mensen die het niet gehoord hebben. Ja. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nova Underwear. Met de boxershorts van Nova Underwear zijn opkruipende boxershorts verleden tijd. Door dit unieke ontwerp kruipen de pijpjes niet omhoog. Deze boxershorts met het ultieme draagconform zijn verkrijgbaar in 3D design. Bestel ze nu op novaunderwear.com. Ibn Baz Bookstore is een online islamitische boekenwinkel gevuld met boeken die 100% betrouwbaar zijn. Door onze hoge eisen leveren wij alleen de beste boeken. Zie bijvoorbeeld onze eigen vertaling van de nobele Koran met uitleg. Neem een kijkje in onze webshop www.ibnbazbookstore.com. Assalamu alaikum beste mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Zoals jullie kunnen zien ben ik bij Stichting Ar-Rahma in Amsterdam. En het is de derde keer dat ik hier word uitgenodigd door de broeders. Deze broeders zijn bezig met het inzamelen van geld voor een nieuwe pand en voor een nieuwe moskee. Zoals jullie kunnen zien, subhanallah, het is super klein hier zo. Dus ik ga naar binnen beste mensen, het wordt een leuke aflevering, kijk mee. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Circuit Herenmode is gespecialiseerd in herenmode van Italiaanse en Duitse modemerken. Met kennis van het assortiment en de laatste modetrends werken we samen aan de wensen van u als consument. Bestel nu via de webshop www.circuitherenmode.nl of bezoek onze winkel aan de Zwarte Janstraat 66A in Rotterdam. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Scandara. Meer dan 8000 gewonnen zaken, afgelopen maand 2 mazen in de wet gevonden, 1000 tevreden klanten en altijd helemaal kosteloos. Kijk nu op www.scandara.nl en klik op de knop gratis boete aanvechten. Hamza, net ging niet zo goed met eten, of niet? Nee, ging een beetje verkeerd. Verkeerd afslag genomen. Tja, Hamza, allereerst wil ik jou weer bedanken dat je mij weer hebt uitgenodigd naar jullie moskee. Waar geloof ik het, zie Hamza? Ja, subhanallah, het komt, eigenlijk waar het op neerkomt is, jullie zijn een beetje onderdeel van onze moskee. Nou, ondanks dat jullie ver wonen. Nou. Allahumma barak, jullie zijn regelmatig hier te vinden. En, we zijn blij met jullie bezoek. Allahumma barak. Even kort, inshallah, jullie zijn weer natuurlijk bezig met een inzameling. Ja. Hoeveel moet je nog zeg maar, hebben voor, om het zeg maar, helemaal compleet te maken? Ja, broeder Hussein, je praat dan over een 2,5 miljoen. We staan nu. Ja, zegt het wel. Onze eerste mijlpaal is bijna bereikt, inshallah. 1 miljoen. Vorig jaar toen je was gekomen stonden we nog op 2 ton. Subhanallah. En dit is de volgende Ramadan en we staan op 1 miljoen. Dus we hebben bijna 8 ton binnengehaald in een jaar. Alhamdulillah, met de wil van Allah natuurlijk en steun vanuit de umma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alles goed broeder? Alhamdulillah, met jou? Ja, alhamdulillah, goed man. Kom je hier vaker naar deze moskee? Ja. Ja, zeker. Ik probeer in mijn vrije tijd een beetje te helpen, benefieten, een beetje social media beheren. Assalamu alaikum, Marzouk, Dienna. Wa alaikum assalam, Sheikh Hussein. Alles goed? Alhamdulillah broeder, alhamdulillah. Waar ik geloof ik. Wafik, waar ik jij ook als voorzitter zijn, een beetje dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd. Maar ik voel me altijd vereerd, lieve broeder. Alhamdulillah. Broer, mashallah, dit is Baytullah, het huis van Allah en het huis van Allah is iedereen welkom. Mashallah. En natuurlijk, we zijn zeer vereerd dat jullie vandaag bij ons aanwezig zijn. Broer Hussein. De kleine moeite. Mashallah, je bent altijd met goede dingen bezig. En echt in de familie ook. Kennis, iedereen kijkt. Kijken ze allemaal? Ze kijken allemaal. Ja, mashallah. Alhamdulillah, dat is goed. Je hebt altijd mooie items. Mashallah. Alhamdulillah, mashallah. Ik heb het gehaald van salawat. En even met majid. Alhamdulillah, ik kan salawat. Ik salawat. Kan de doros. Mooi, dat we aan Ramadan tarawih. Alhamdulillah. هذاك المكان سبحان الله مضيق شويه ولا لا نعم هذا نعم هذه مكان ضيق كما شاهدوه بزاف ديال المسلمين وبزاف ديال الاخوه اللي كيزورونا هنا حتى المشاهدين اللي كيشاهدونا عن طريق اللايف اونلاين في البينيفيت وان شاء الله عن طريق هذا الفيديو هذا اللي غادي ينشره الاخ حسين ايضا فواحد الرساله كنوجدوها لكل من يسمعونا من اخوان ديالنا المسلمين من الجماعه خارج الجماعه المهم كل مسلم في الارض أن ندعوهم أن يساهموا معنا في بناء هذا المسجد إن شاء الله في المستقبل باش نوسعوا على هذه الأجيال وعلى هذا الناس اللي ساكنين في هذه الحومة باش يكون عندهم مسجد كبير باش يكون فيه أقسام للتعليم يكون فيه مكان أيضا كبير لأخواتنا لأن كما ربما في علمك أن الأخوات ديالنا كيصليوا برا هنا تحت واحد النفق يعني وهذا لا يعقل أن النساء ديالنا يجيو يصليوا برا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
الله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Les slippers, vous tirez un peu stop. Et je vous kiffe genre. Mon père, tu fais des skates, ha. Des boules de stop, des. وكذلك الإخوان كيصلوا في الشارع وعندنا هذه الخيمة اللي كتشوفوها هنا حتى هي فنرجو من الإخوان المشاهدين أنهم يساهموا معنا بما يسر الله عز وجل وفي هذا خصوصا في هذه الأيام الأخيرة من رمضان أيام مباركة أيام عظيمة عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويعني يعتزل فراشه صلى الله عليه وسلم وفي ليلة القدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعبادة هذه الليلة يعني تساوي بمقدار 83 سنة كما أخبرنا الله عز وجل خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا أقول سيكدت عشر دونيرا بتشهير In de hierafter, in de hiernamaals, je krijgt een mansje, een villa. Snap je? Dus hier moet je doneren en de namaals, je krijgt een grote huis. Inshallah. Ja, toch, dus, weet je, ga niet, weet je, pak alle geld en, en doneren. Ja. Doneren voor Mazir Rahma. Ik zie u, inshallah, in Jannah. Salam alaikum. Salam alaikum. Goed, goed gedaan. Beste broeders en zusters, ik vraag één ieder die nu aan het kijken is, rondom in Nederland of buiten Nederland, of in België of waar jullie ook mogen zijn. Wij kampen namelijk met een probleem en het is namelijk de ruimtegebrek. En ruimtegebrek is namelijk, wat bedoel ik ermee, de vrouwen, de mannen, onze broeders, onze jongeren, het is niet meer mogelijk dat we met z'n allen in één gebouw kunnen bidden. Mashallah, we zijn vandaag met onze broeder Hussein, die vandaag helemaal vanuit een andere plaats, dan uit Amsterdam, is gekomen om ons te ondersteunen. Onder andere is een grote eer. En ik denk zeker als de broeders en kijkers die nu aan het kijken zijn, en vooral omdat je vandaag aanwezig bent, dat ze ons gaan steunen en helpen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, ja, mashallah. Het gaat om de liefde voor jou en natuurlijk liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. En ik hoop dat ze hetgene wat ik nu aan het vertellen ben. Daarmee eigenlijk zorg. Over een paar honderd meter verderop inderdaad, bij het plein, hebben wij inshallah samen met de gemeente zijn we nog in onderhandeling. Ja. De vraag is nu zeg maar vanuit de gemeente van laat geld zien. En aan de hand van geld kunnen wij een aantal meters gaan bepalen inshallah hoeveel we kunnen krijgen. Dus vandaar dat we ook keihard een beetje agressief aan het inzamelen zijn, om het zo maar te zeggen. Om zo groot mogelijk en zo profijtvol mogelijk te zijn voor de ummah en voor de wijk inshallah. Nou beste mensen, zoals jullie horen, weet je, probeer inshallah allemaal massaal te doneren inshallah. Ze moeten doneren of niet? Doneren broeders en zusters, barakallahu fikum. Mogen Allah ta'ala het van ieder accepteren. Ik zal het doen. Ik zou tegen iedereen zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala yakul man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim. Allah subhanahu wa ta'ala die vraagt een lening van jou. Doe het alsjeblieft. Dan krijg je 100% terug van Allah subhanahu wa ta'ala. Mudaaf, mudaaf, mudaaf. Subhanallah, net liepen wij zich hier. Ik was samen met mijn cameraman en hij liep gewoon verder misschien. Hij wist dat het een moskee was. Zo klein is het, subhanallah. Veel mensen hebben daar problemen mee. Ze wonen misschien een kilometer hier vandaan. Ze weten niet eens dat de moskee hier is. Subhanallah. Zoals jullie weten of hebben gehoord. En voor de mensen die het niet gehoord hebben. Hey joh! Hij heeft het verpest. Zijn wij een kleine gemeenschap. En alhamdulillah zijn wij gegroeid in de afgelopen jaren. Maar nu hebben we gewoon echt ruimtegebrek. We hebben gewoon echt een plek nodig. Voor de jongeren, voor de vrouwen, voor de mannen. Voor de kleinste onder ons. Mashallah. Dus we hebben gewoon die plek nodig. Dus voor de mensen die nu aan het kijken zijn, doneer ook al eens maar een klein bedragje. Maakt niet uit. En het minste wat je kan doen, echt het minste, is een dua. Alhamdulillah, we hebben net tarawih gehad, broeder. Naam, weet je, dat is een cadeautje, subhanallah. Je weet. Naam, zeker. Ga lekker naar huis.
Dan kan ik mijn hoofd gewoon goed op het kussentje zetten, inshallah, en lekker gaan slapen. Heb je nog wat boodschap voor de kijkers om te doneren? Broeder, zoals jullie zien en zoals jullie weten, subhanallah, het is een kleine moskee met een groot gemeenschap. Ja. Zelfs de imam die bidt in onze sof, ja, in de sof of in de rij, weet je, met de mensen. Hij heeft geen mihrab. Als jullie willen doneren ten behoeve het bouwen van een moskee, inshallah, barakallahu fikum, doneer van deze moskee Ar-Rahma in Amsterdam-Noord. Mogen Allah van jullie inshallah accepteren, inshallah. Amin, Rabbal Alamin. Wil jij nog wat zeggen? Misschien wil jij wat zeggen? Kom. Motiveer die jongens. Motiveer ze samen. Ik ben het met je eens. Gewoon probeer gewoon te doneren. Goed, doekje trekken, joh. Trek uit je zak. Misschien nog een boodschap voor de kijkers? Misschien dat zij wat kunnen doneren? Ja, natuurlijk. Ze moeten ons zoveel mogelijk helpen. Ja. Het is nu een groot bedrag. We hebben nu eindelijk gelukkig een luxe dat we nu eigen grond kunnen krijgen. Ja. En ook grote oppervlakte. Kijk, subhanallah, alhamdulillah, sadaqa neemt niet af van jouw bezittingen. Nee, subhanallah, ik maak meerdere voorbeelden mee. Subhanallah, ook bij laatst ons bij Masjid al-Himma, de moskee, waar ze aan het inzamelen. En wacht, broeder, hij had mij dit verteld. Hij zei, ik heb het zelf heel krap. Ja. Hij zei, ik heb de laatste 100 euro of zo, heeft hij gedoneerd. Subhanallah. Subhanallah, hij heeft mij dit mubasharat dan verteld. Volgende dag is van een onbekende bron is hem 300 euro gegeven. 3 euro is een beetje weinig, maar 300 euro, subhanallah, is hem gegeven. En hij wist niet, bij wijze van spreken, had er nooit op gerekend. En ook al had hij het krap, heeft hij toch, subhanallah, gegeven. En hij heeft nog meer gekregen. Dus wat betreft het uitgeven, geef uit omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. En wees niet bang om in armoede te raken, want die gedachte komt van de shaitan. Alhamdulillah, en Allah vermeerdert alleen maar je bezit. Als je, of ik, barakallah. Is jouw tweede baan imam, broer? Nee. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا بما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر عتقاء من النار اللهم تقبل منا توبتنا اللهم استجب دعاءنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ما كانش موجود أمسي موجود إن أخير مرحبا أنقصد مارا أنفارج سيدي أيا غنوية أيا غنوية أنا خير وخد الدنيا تفارك ايه ابن ذمي خصه ديال القماس اي شوره قماس حاشا قماس معاشا قماس استاذي واش هو السيدو ديال المنايا صحيح الشيء كدك السبب ربي العالمين هذيك ما تما نعم هذا الشيء اللي كان بارك الله فيك جزاك الله خير مرحبا شكرا ما شاء الله السلام عليكم بس مساء ايك افشيت فور يوني مير جو ان موسكي رحمه ان امستردام اتواس ان غزيغند افون الحمد لله دي برودرز ان الله مار هير جو اللهم بارك اخت الله مار ريلاكس الله مار تشيل Vergeet vooral niet te doneren, beste mensen. Laat onze broeders niet in de steek. Subhanallah, wat ik zeg. Kijk, dit is waar de zusters ook bidden in deze kleine halletje hier zo. Probeer allemaal jullie steentje bij te dragen. Laatste 10 nachten of de laatste paar dagen van de Ramadan. Probeer allemaal jullie steentje bij te dragen, inshallah. En de laatste sprint naar het einde, inshallah. Salamu alaikum. En beste mensen, vergeet niet te abonneren, hè. Salamu alaikum.